week zijn de kuikentjes geboren. Ze zijn uit hun ei gekomen. Daar hebben ze 3 weken in gezeten. De moeder heeft de eitjes warm gehouden, zodat de kuikentjes konden groeien. Ze mogen nu eventjes buiten rondlopen. We blijven goed bij ze in de buurt. Straks gaan ze weer in hun hok. De moeder die houdt de kuikentjes warm door haar vleugels wijd te doen. Dan kunnen alle kuikentjes onder haar vleugels zitten. En zo blijven ze lekker warm. Maar dat is ook een veilig plekje. Je kan zien dat de kuikentjes een heel klein snaveltje hebben. Ze hebben geen tandjes. En met hun snaveltjes pikken ze zaadjes en insectjes, ook wormpjes, uit de grond. We proberen ze heel veel op te tillen en vast te houden. Zo raken ze gewend aan mensenhanden en worden het straks hele tamme, gezellige kippen die we makkelijk mee kunnen nemen. Wat je kan zien is dat de moederkip nu een beetje aan het graven is. Wat ze daarmee doet is de grond omwoeden. Ze gaat op zoek naar lekkere hapjes om te eten. En het zand en de aarde vindt ze ook heel erg lekker om tussen haar veren te krijgen. Zo verzorgt ze dus haar vacht eigenlijk, hè, de veren. Ze gaat lekker rollen, ze geeft daarmee het voorbeeld voor de kuikentjes. En je zal ook zien dat de kuikentjes dat gaan kopiëren. Dus die gaan dat ook straks doen.